welkom bij een stressvolle maandag, de maandag voor mijn vakantie. Ik heb vanmorgen de papieren van Bowie in orde gemaakt en ik heb daar de tas bij met de papieren. Die gaan we nog heel even nachecken bij de dierenarts, dat alles in orde is. En een begeleidende brief erbij, dat Bowie gehandicapt is en dat hij niet besmettelijk ziek is. En dat het belangrijk is dat hij zo snel mogelijk na de reis weer herenigd wordt met mij. Dus we hebben echt alles eraan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Dus ik heb er al het vertrouwen in. We gaan nu naar de fysio. Krijgt Bowie een lekkere behandeling. En Nova. Nova is er ook bij. En Ace is erbij, want die niest een beetje veel naar mijn zin. Dus die laat ik heel even dubbel checken. Die gaat woensdag ook naar huis. De baasjes die zitten in het KLM-toestel waar ik 2 uur later weer mee vertrek. Dus dat is wel grappig. Dus hij wordt door hun schoonvader 's ochtends opgehaald bij mij. Dus dat kwam allemaal perfect uit. Als ik daar klaar mee ben, dan ga ik met Bowie door naar de prothese maken. Wie gaat er morgen op reis? Bowie. De Boef. Ja. Vandaag is de grote spannende dag. Ik had de bench helemaal klaargemaakt, de brief van de dierenarts erop, mijn telefoonnummer op verschillende plekken erop. Lekkere dikke dekens erin, zodat het lekker warm was voor Bowie. Maar ook dat het vocht, als die lek zou gaan, zijn luier, dat het naar beneden kon trekken. Ja, de reis is echt super goed verlopen. Ik had ook full pakketjes gemaakt, zodat ik voor de eerste paar dagen zeker genoeg eten had. Dat hij niet meteen overhoefde op ander voer. Ik had zijn medicatie erin gedaan. Nou, de reis is eigenlijk soepel gegaan. En we zijn dezelfde avond nog lekker een strandwandeling gaan maken. Ja, je ziet, hij is gewoon als vanouds. Hij voelt zich helemaal kiplekker. Dus dat was allemaal reuze meegevallen, de reis. Super trots op Bowie. Ja, laat maar gaan. Leuke Bo. Daar gaat het meteen wat makkelijker, Bo. Ja, dit is wel even werken voor hem. Ja. Het is een beetje. Ja, dan kan hij beter hier lekker vastgeven. Oh, dit is ook wel een tijdje. Bowie is heel lang dikke vrienden geweest met Maxi. En Maxi die zien jullie achter Bowie in de zee huppelen. En Maxi woont in Nederland. Ze woont in Rokanje. Ze is geadopteerd door Rosa familie. En daar heeft ze gewoon een geweldige tijd. De andere honden die je eromheen ziet rennen, die horen bij Maxi. En ja, het was echt weer als vanouds toen ze elkaar zagen. Het was heel leuk om te zien. Voordat wij op vakantie gingen, hebben we aangekondigd dat we een wandeling wilden organiseren voor de adoptanten in Nederland. Maar ook de donateurs en de volgers van Pippi's Opvang. Ja, we kwamen daar aan en de opkomst was echt gigantisch. Ik schrok er gewoon van. Ik zei, oh, zijn al die mensen hier voor de wandeling? Ja, dat was gewoon, dat was echt heel, ik voelde me heel, heel, heel speciaal. En Bowie ook. Die voelde zich echt de koning. Die heeft echt zo ontspannen en relaxed rondgelopen. Joe was er. Joe was gevonden op de Jorisbuy. Die zat helemaal onder de olie. En Polar was er. Die was met zijn zusjes gevonden op de Jorisbuy. Die was als pup daar gedumpt. Maxi, die was aan de poort gebracht door iemand. Je ziet Bowie nu met zijn zusje Coco samen. Het andere zusje was er ook. En Faya was er. Faya was bij de Jorisbuy ook gedumpt. Die baasjes waren haar proberen schoon aan het maken. Waardoor dat ze bijna verdronken was met die lange staart. Met die mooie lange pluim. Haar vrouwtje was hoogzwanger. En die was er toch bij tijdens de wandeling. Het baasje van Spike, de pup die we ooit in de vlogs, kan je die ook terugkijken. Die was er ook bij. Die moest 2 uur rijden. En Bowie en Spike zijn ook samen opgegroeid. Dat was ook heel leuk. En zo waren er nog heel veel mensen. Maite die heeft een jaar lang lege flessen voor ons ingezameld.
Ja, die liep naast mij. Daar heb ik echt heel erg leuk lang mee gekletst. Ja, zo waren er echt een hele hoop mensen. Iedereen die hier rondloopt, die had iets met Pippi's opvang te maken. Dus het was een hele speciale, bijzondere dag. Ik heb er zo onwijs van genoten. En ik wil echt iedereen nogmaals bedanken voor het langskomen en erbij zijn. We hadden de wandeling om 12 uur gepland. En om 6 uur zat ik nog met mensen op het terras. Het was zo ontzettend gezellig en leuk. Ja, het was echt fantastisch. Hele mooie herinnering. Kijk vooral mee nog naar de beelden en dank jullie wel allemaal. Ik ben zelf een Brabander, dat kunnen jullie vanzelf horen, denk ik. Dit is in Breda, bij de Waterdonken. En ik ben zelf in de Haagse Beemden opgegroeid en ik heb ook een hele tijd in de Hoge Vught gewoond. De Waterdonken bestond toen helemaal nog niet. Dat was 6 jaar geleden, toen zijn we naar Curaçao vertrokken. Dus dat was ook heel leuk om te zien, want aan de ene kant was het heel vertrouwd en aan de andere kant was het ook een hele nieuwe omgeving. Ja, Bowie heeft er onwijs van genoten, hij deed hartstikke goed. Hij durfde alleen niet de hellinkjes naar beneden. Uiteindelijk heb ik hem wel kunnen overtuigen dat het veilig was. Maar er waren ook zwanen en zo, dus het was best spectaculair voor hem. Maar ook weer heel erg leuk. Bowie, kom. Ja, ik kan wel lekker drinken hier. Bowie. Oh, dat is koud, maat. Kom. Ga er maar uit. Ja, het is toch veel te koud voor jou. Oh, kom. Het is maar goed dat ik een vliesdek erbij heb voor je. Sterke jongen. Knapper. Bowie en ik lagen gisteren om 10 uur op bed. En het is nu weer 10 uur. En zo ligt hij er nog bij. Hè, Bowie? Ben je lekker lui? Ja, super lui. Het is vakantie, hè? Onze eerste rustdag. Gaat goed? Maar hij vindt dat lekker als je op zijn buikje eet. Hè? Ja. Lekker ding. Het was een heilig broodje. Ja. Ja, Bowie. Bowie, opstaan. We gaan naar Horse Event. Bowie is lui. Gaan we eruit, Bowie? Wat goed, hè? Bowie. Ja, we gaan weer thuis, hè? Zo.